We zijn hier vandaag in het Stadhuismuseum in Zierikzee. En hier wordt de geschiedenis van Zierikzee verteld. En het historische stadje natuurlijk. Want er zijn hier meer dan 500 monumenten. Het belangrijkste object, het grootste object uit het museum is eigenlijk het gebouw zelf. Want dit was, zoals de naam zegt, het stadhuis. Maar er was ook de waag. De vleeshal en het is het oudste gedeelte van het museum. Van 1550 tot 1873 was hier de waag gevestigd. En een van de belangrijkste goederen die hier verkocht werden en verhandeld werden, was de meekrap. Dat is een wortel, een plant, en daarmee werd de wol geverfd. En die had dus zo'n roodachtige kleur. Dit is het plantje van de meekrap. En met die wortels, daar werd dus die kleurstof aan onttrokken. En dat werd dan in deze grote balen verpakt. Dit is het schelpenbuffet en dat is gemaakt door Job Baster rond 1755 en hij was een arts. En hij was zeer geïnteresseerd in alles op medisch, natuurkundig en biologisch gebied. En een van zijn passies was het vervaardigen van kunstwerken van schelpen. En dit buffet was zijn meesterwerk. Het spiegelt natuurlijk heel erg, maar ik vind dit wel echt heel mooi. Zo'n herbarium op handgeschept papier. Ik weet niet of ik dat goed erop krijg, maar... Kijk, dit is de trouwzaal. Hier zie je maquetten van een meestoof en dat is dus een soort fabriekje waar de meekrap verwerkt werd. Dus hier in het midden worden de wortels opgeslagen, hier rechts worden ze gedroogd en hier links worden ze dan fijn gemalen tot poeder. Ja, kijk, hier kan je wel zien wat voor een mooie kleur het is. Zoals jullie op de achtergrond horen heeft Walter het niet zo naar zijn zin. Ja, die vindt het op de een of andere manier heel spannend hier, die vindt alles eng. Ik weet niet zo goed waar dat aan ligt. Misschien de geluiden. Bij ieder zaaltje staat zo'n bordje. En dan kan je dus informatie lezen over de objecten die hier staan. Volgens een legende is de stichter van Zierikzee in een kajak komen peddelen. Hij kwam van over zee en hij heette Zierik, vandaar de naam van de stad. De kajak bestaat echt en is in deze zaal te zien. Voor het overige klopt het verhaal niet, al zit er een kern van waarheid in. Zierikzee en het water zijn altijd met elkaar verbonden geweest. De Zeeuwse keuken. In de Gouden Eeuw was het heel erg in om keukenstukken te schilderen. Zoals je op deze schilderij wel kan zien. Maar weet je wat ik nou in zo'n museum eigenlijk misschien wel het mooiste vind? Dat zijn gewoon de kleuren. Bijvoorbeeld zo'n kleurcombinatie. Zo grijs-blauw en dan met zo'n mooie terracotta vloer.
Wat ik gewoon leuk vind aan zo'n museum is als je dan toch hier bent in Zierikzee, dat je dan gewoon even binnenloopt met je museumjaarkaart of als je gewoon even iets meer wil weten over de geschiedenis van de stad of niet, je wil gewoon even iets moois zien, dan is dat gewoon leuk om even te doen. Dit was ons bezoek aan het Stadhuismuseum in Zierikzee. Ik hoop dat je het leuk vond en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuw museum. Come on and join in. As we begin with a whole new adventure, it's a very good day to play. Ik weet het niet meer. Stop maar.